probeer hem een beetje uit te zoomen, dat je iets meer. Dus dit is het hoofd. En dan hebben we hier zo het kloppende hartje. Is dit de eerste? Zie je de ribbenkaartje aan de zijkant? Zie je goed hier even zitten? Zie je hier, nou we zeggen al wat vloeistof in het maagje zitten. Dus dat vruchtwatervloeistof waar het in zit. En hier de billen, staart, nekken. Even binnen schudden. Dus dat is hoe past dat in zo'n klein mondje? Ja, dat zijn er. Leuk. Oh, je ziet het echt hartstikke goed hier. Dus gaan we eens even kijken naar die andere Nou kan je ook snappen, laat me zeggen, waarom het lastig wordt om. Kijk, want hier ligt het hoofd van de ene, hier ligt het hoofd van de andere. Ze gaan allemaal draaien en doen. En ja, ze bewegen het ook allemaal. Ze liggen ook in bubbels en wormen. Dus om dit nog te tellen wordt erg lastig. Kijk, hier klopt het andere hartje. Je zag die andere ietsjes mooier, hè? Maar je ziet hem hier. Ja, je ziet bijna alle vier kamertjes. Ja. Gewoon zo. Ja, eens even kijken, wie zit daar? Ja. Dit is het hoofdje. Dit is zijn neus, hier zit zijn pootje. Kun je dat een beetje opruimen? Kijk, dat is het schedeltje, dus het midden van het hoofdje, zo dat jeetje. Gaan we even een beetje naar beneden. Gaan we even kijken of we kunnen draaien. Dit is goed, dan zit het hartstikke goed hier. Kijk eens, nog een mooi kloppend hartje hier. Oh. Ja, dat gaat ook allemaal hartstikke. Je ziet dan wel dat ze het een beetje krap krijgen, hè? Dat, ze, ja. dat zwarte wat er omheen. Kijk, je ziet hier zo'n mooie band. Dat is het randje van het vruchtzakje. Er is nog wel vruchtwater.